Hartelijk welkom bij een video over mijn YouTube video kanaal. Vandaag wil ik eigenlijk twee video's maken. De eerste is de video waar u nu naar kijkt. Ik wilde hem aanvankelijk voor de andere video plaatsen waarin ik bezig ga met een project. Waarin ik tegels zwart ga schilderen en die van een foto wil gaan voorzien. Echter, die intro die zou een beetje lang zijn geworden. Er zijn namelijk een paar dingen die mij even van het hart af moeten en waar ik het even over wil hebben. Ga ik u vertellen wat al mijn hobby's eigenlijk zijn. En u zult zich afvragen, wat moet ik daarmee? Daar kom ik straks nog wel even op terug. Mijn hobby's, ik ben weliswaar werkloos en de vraag is natuurlijk hoe lang nog? Dat weet ik niet. Ik ben bijna 63, misschien wel permanent. You never know. Mijn hobby's zijn geocaching, 3D-printen, lasergraveren, discgolf, oftewel frisbeegolf. Dan het lesgeven aan mijn Oekraïense vluchtelingetjes. En niet alleen het lesgeven aan hun, maar ook het op de hoede zijn bij hun psyche. Ik wil namelijk dat deze kinderen hun jeugd niet verliezen. Mijn kleinkinderen, mijn gezin, ijs maken, CNC frezen. U hoort, dat zijn er nogal wat. Vanuit de hobby maak ik ook mijn YouTube kanaal. Ik ben dus een hobbyist. En bij die hobby's, wat u niet heeft gehoord, is video's maken en ook niet video bewerken. Dat wil zeggen, dat zijn geen hobby's van mij. Deze week was er een kijker die terecht, absoluut terecht, de opmerking maakte, relatief ongezouten, maar goed, er zijn van die mensen die zijn nou eenmaal zo, dat mijn video's altijd slecht zijn en er altijd te veel in wordt gepraat. Ja, ik ben een hobbyist. En dat wil zeggen, ik ben niet erg geïnteresseerd in een hoge videokwaliteit. Ik ben geïnteresseerd in het uitleggen van zaken. En dat in het Nederlands, want er zijn nagenoeg geen Nederlandse kanalen die zich vooral met lasergraveren in het Nederlands bezighouden. Ga maar zoeken, je zult zien, er is niet zo heel veel te vinden over programma's als Lightburn of het werken met je laser. Ik gaf al aan, het is dus niet mijn hobby om video's te maken. Dus met andere woorden, je moet het ermee doen. Simpelweg, omdat de enige doelstelling die ik heb, mensen iets bij te brengen is over lasergraveren of over 3D-printen of waar dan ook over. Ik ben het dus met je eens dat die video's slecht zijn, want ik kijk ook wel eens die Amerikaanse video's die gelikt zijn en die in 10 minuten dat hele proces behandelen. Soms mis ik daarbij dan ook 50% van het detail van wat ik uitleg. En ja, dus wordt er veel gepraat. Dat is niet anders. Daarnaast is het zo dat ik iemand ben die veel praat en ook dat is niet anders. Ik ga niet zeggen dat ik het gelijk aan mijn kant heb. Maar mijn groeiende videokanaal vertelt mij dat de weg die ik ingeslagen heb de juiste weg is. In een jaar tijd meer dan 300 volgers erbij. En dat voor een kanaal wat alleen in het Nederlands gevoerd wordt. Als ik dit kanaal in het Engels zou doen, denk ik dat ik 10.000 volgers zou hebben. Heel simpel. Alleen, dat wil ik niet. Ik wil namelijk het gat opvullen van de uitleg te geven in het Nederlands. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Als het u niet bevalt, als ik te veel praat, als de video's slecht zijn en zo slecht zijn dat u daar niet naar kunt kijken, dan vraag ik me aan de ene kant af waarom u ze dan allemaal gekeken heeft, want u zegt al die video's zijn slecht. En aan de andere kant vraag ik me dan af waarom schakelt u niet om naar een ander kanaal. Maar ik snap het wel, want u wilt ook die uitleg in het Nederlands. En op dat moment, als er nagenoeg geen Nederlanders zijn die daar uitleg in geven, zit u met mij opgescheept. Mijn bedoelingen zijn goed. Mijn kritiek op een ander is niet ongezouten, is opgebouwd en ook uitgelegd waarom het zo is. Ik hoop toch dat u blijft en dat u de moeite neemt om de dingen die u wilt leren bij mij te leren.
Dan krijg ik ook de laatste tijd vragen van mensen. En dat is goed, ik vind het prima om vragen te krijgen. Maar soms denk ik wel van, moet je niet iets verder denken of iets verder kijken? Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak de vraag van, in welke video staat dit onderwerp? Lieve mensen, ik houd geen bibliotheek bij met in welke video ik welke onderwerpen maak. Ik heb toevallig vanmorgen voor de grap even geteld en het aantal video's wat ik alleen al over lasergraveren gemaakt heb, ligt er ongeveer rond de 100. En net onder of er net boven, dat weet ik niet helemaal precies. Als u mij vraagt in welke video dit specifieke onderwerp wordt behandeld, en het is niet echt een specifieke video, maar het is een stukje wat in een video zit, dan durf ik dat echt niet te zeggen, dat weet ik niet. Ja, ik wil u ook niet opdragen om alle video's te kijken, maar ik zou op dat moment door mijn videolijst heen lopen en eens kijken wel van, goh joh, in welk onderwerp zou dit wel eens aan bod kunnen komen? Ja? Dus dat is een dingetje. Ik weet niet waar dingen precies zitten in die video's. Daarvoor maak ik het te veel. Ik maak ook de video's, dat mag je rustig weten. Ik maak video's op het moment dat het me in de zin komt. Het is dat project van vandaag wat ik wil gaan doen. Met tegels die ik zwart schilder en die te gaan laseren. Ik denk dat dat een leuk project is om daar een video over te maken. En op dat moment maak ik er een video over. Want ook dat krijg ik. Ik krijg mensen die tegen me zeggen, ja, u moet eens een video hierover maken of u moet eens een video daarover maken. Het klinkt misschien rot, ik bedoel dat niet rot, maar ik word niet betaald voor dit gebeuren. Ik ben een hobbyist. Dat betekent dat ik de video's maak die ik op dat moment wil maken. Ik werk dus niet on demand. Dat wil ik best doen, maar dan moet u geld gaan overmaken op mijn rekening. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon een zeer makkelijk, laagdrempelig kanaal hebben waar mensen dingen kunnen leren over lasergraveren. En ik ben ook niet degene die denkt dat die alles weet, want dat weet ik zeker niet, absoluut niet. Sterker nog, dat wat ik vandaag ga doen met die tegels, met die zwarte verflaag eroverheen, zeker met mijn nieuwe laser, is experimenteren. Brengt mij gelijk op een volgend punt. Want een volgend punt is dat mensen bijvoorbeeld komen met vragen van hoe kan ik met mijn laser, nou, van de week toevallig gehad, en dat is niet verkeerd bedoeld, hè? Nogmaals, ik ga geen namen noemen, maar hoe kan ik nou op een goede manier een foto op hout laseren? Ja, lieve mensen, als je een laser hebt, en dat geldt ook voor 3D-printers of een CNC-freesmachine, het bestaat uit trial and error. Dat wil zeggen, je moet proberen, je moet experimenteren. En ja, er gaan dingen fout en dan kunt u het stuk hout in de prullenbak deponeren. Helaas, pindakaas. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dit zijn geen exacte technieken en ik kan het ook niet vertellen voor u. En waarom kan ik het niet vertellen? Elke laser is anders. De kracht van de laser is anders. De spotgrootte van de laser, dus de dikte van de straal, is anders. Misschien is die van u wat ouder of die van mij wat ouder en is het er meer slijtage op, waardoor die andere power settings moet hebben en andere speed settings moet hebben. Ik kan dus niet één op één zeggen, hoe werkt dat voor uw laser? U kunt daar wel testen op uitvoeren en dat adviseer ik dan ook ten zeerste. En ik zal met name op die vraag van dat foto op hout, zal ik in die video over dat laseren van die tegel met zwarte verf, daar zal ik een stukje in opnemen over hoe je kunt uitvinden hoe je het beste een foto kunt laseren. Want het heeft namelijk twee dingen. Aan de ene kant is dat de power en de speed behorend bij de houtsoort die je gebruikt. Want hard hout gebruikt andere settings dan zacht hout. Maar ook dat u zeg maar de techniek van de foto onder de knie moet krijgen. En gaat u dat doen in een fotobewerkingsprogramma of op een website die dat doet? Of gaat u dat doen in Lightburn? En als dat bijvoorbeeld in Lightburn is, kan ik zo zeggen dat Lightburn heeft maar liefst 10 verschillende fotosettings. Als het alleen al gaat over de manier waarop de foto gelezen wordt. En om uit te vinden welke nou de beste is, ja, is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is een foto met dezelfde settings, alleen al die 10 verschillende methodes te lezen om te kijken wat voor u de mooiste en de beste oplossing levert. Nou, dat ga ik met name in die video behandelen. Wat ik daar weer mee wil zeggen is dit. Als ik mails krijg van mensen die mij vragen stellen over dingen van, wil je dit een keer doen of wil je dat een keer doen? Ik had laatst een vraag van iemand die zei, maar kan je een keer het kaderen laten zien? Ja, dat kan ik, absoluut.
En dat haal ik echt wel een keer in een video tevoorschijn, want dat soort vragen blijven in mijn achterhoofd zitten. Alleen u moet niet van mij verwachten dat ik alle minuut daar een video over ga maken. Ik ben een hobbyist, ik ben gewoon een mens. En ik heb met alle hobby's die ik heb, heb ik het extreem druk. Met name, vooral mijn Oekraïense jongens heb ik het ontzettend druk mee. En die gaan me erg aan het hart. Want wat die kinderen in 1 jaar mee hebben gemaakt, dat hebt u en ik nog niet in een heel leven meegemaakt. En ik weet, ik oordeel nu over u. Dat is niet terecht. Ik ken uw leven niet. Maar ik wil erop wijzen dat deze kinderen 11, 12 jaar waren toen dit gebeurde. En nu zo ongeveer 13 zijn. En dus een heel stuk jeugd kwijt zijn geraakt. En dat is ook gelijk het laatste onderwerp wat ik nog even aan wil kaarten vandaag. Die kinderen die krijgen van mij 3D-printles. Een van die twee kinderen die is overtuigd van het feit dat hij een 3D-printer wil kopen. En ik ben daar terughoudend in. En waarom? A, is een 3D-printer niet goedkoop. B, komen er heel veel dingen om de hoek kijken. En ik weet nog niet 100% of deze jongen dat 100% gaat uitvoeren en goed gaat doen. Daarnaast wil ik voor 100% zeker zijn dat de printer die zo'n jongen koopt, en dus waarschijnlijk straks die andere ook wel, dat dat een printer is waar ze mee uit de voeten kunnen. En ja, dat kost geld. Dat is niet goedkoop. En ik ben werkloos en ik kan dat niet allemaal zelf betalen. Wij betalen echt al een hele hoop aan deze kinderen. Het eten wat ze bij ons wegeten. Ik breng ze elke dag naar huis als ze hier zijn. En er is er één bij die is gewoon 4 dagen in de week hier. En dat vind ik hartstikke leuk, want ik hou van die kinderen. Maar goed, ik moet dus op enig moment moet ik zien dat we aan een 3D-printer gaan komen. En ik wil dus ergens in de komende weken een keer een crowdfunding gaan starten. Om te kijken of ik voor deze jongens een stuk mee kan betalen in een goede 3D-printer. Waarvan ik weet dat het een goede 3D-printer is. En ik zal dat ook in het videokanaal doen. Het is dus niet dat u mij daarmee betaalt. Een heel klein beetje wel, want u betaalt iets wat mij verschrikkelijk aan het hart gaat. En dat is deze jongens. Oké. Doel van deze video was om wel dingen uit te leggen over mezelf. Over waarom video's zijn zoals ze zijn. En waarom ik niet de mogelijkheid heb en ook niet de interesse heb om bijvoorbeeld beeldkwaliteit te verbeteren. Ja, ik weet, soms gaat het mis. Ik film met een telefoon. het is niet anders. Het verhaal over dat veel woorden. Ook dit is weer veel woorden. Maar die video waar u op reageerde, dat was een stuk uit een livestream. En in een livestream wordt meer gepraat dan in een video. Ja, deze video is veel gepraat. Om de simpele reden dat ik dit verhaal toch even, al deze dingen die ik hier te vertellen had, even aan u kwijt wilde. Mijn uitlegvideo's gaan ook best nog wel de nodige woorden bevatten. Maar dat komt dus vooral, ik zei al, in Amerika zie je vaak video's die 10 minuten duren. En dat is dan heel gelikt met een geweldige intro. Er wordt eerst nog 10 keer gevraagd om like en subscribe. Vervolgens krijg je nog een stuk reclame van de sponsor van de video. Is aan mij niet besteed. En wat er dan gebeurt in die 7 minuten die overblijft, dan wordt dat hele project wordt tevoorschijn getoverd en de helft van de instellingen die u eigenlijk moet weten van waarom is dat dan zo, dat wordt niet uitgelegd. En dat gat probeer ik op te vullen. Dat lukt niet altijd. Soms kan ik ook wel eens kort door de bocht zijn. Ja. Ik ben ook maar een mens, gelukkig. Maar ik hoop dat u straks de video die gaat komen over de tegel en de zwarte verf leuk gaat vinden. En ik hoop dat u zich niet beledigd voelt als u toevallig ook aangesproken bent in deze video. Ik heb geen namen genoemd, maak je geen zorgen. Ik vind het ook niet erg. U bent allemaal, heeft u recht op uw eigen mening. Maar dat betekent ik ook. En dat wil ik u wel meegeven. Tot de volgende video. Tot straks.